me niet geloven. Nou, dat kan er zo in doen. Nee. Windkracht 80. En dan komt de storm. Wat hoor je allemaal wanneer je van huis naar school loopt? Als je goed luistert, dan hoor je overal geluiden en ritmes. Hoe klinkt jouw straat? Een boom? Een fiets? Of een gebouw? Jouw huis? Al deze geluiden hoor je in de zingende stad. En waarom klinkt de slot anders dan een beer? Omdat sloot een tijdje ineens aan een beer en een sloot die gaat veel sneller dan een beer. De Zingende Stad is een lespakket voor basisscholen waarin muzikaal, sociaal en digitaal leren centraal staan. En dan zingen we nog één keer. Op het schoolplein is het altijd lachen. Op het schoolplein is er echt niets mis. Ook als kleine Sjaki met zijn tanden op een klimrek valt, is het schoolplein het mooiste wat er is. Met behulp van digitale media brengen leerlingen de omgeving van de school vocaal in kaart. Op het schoolplein is er echt niets mis. Ook als Clara het per ongeluk in haar broekje heeft gedaan, is het schoolplein het mooiste wat er is. De lessen bieden leerlingen muzikale basiskennis over klank, kleur, volume, toon, ritme, ademhaling en luisteroefeningen. Gecombineerd met locatiegebaseerd leren in de buurt van de school, kaartlezen en omgang met mobiele apparatuur. Europa. Daar woon jij. Ik wist niet dat Nederland zo groot was. Wat hoorde je allemaal? Toen hij in die buis ging. Oh, toen hij in die buis ging? Ja. En wat hoor je dan? Wat hoor jij als hij in die buis? We staan er precies voor. Ja, nu is en hij doet nog steeds niks. Nee. Blijf lopen. Oké. Okay. Blijven we lopen. Ik heb mijn maandag blues. Ik heb de maandag blues. Want ik moet in de school. Want ik moet in de school. Ik haat school echt. Ik haat school echt. Ik wil liever slapen. Ik wil liever slapen. Net als een koe in de wei. Net als een koe in de wei. Ja, we leren nieuwe liedjes. Ja, en we leren ook als we verlegen zijn en we leren ook van als we verlegen zijn, dat we ook onszelf kunnen gewoon laten zien dat we gewoon kunnen praten. Ik wil opdracht, dus ik wil eigenlijk iets dat, daar krijg je twee vragen te zien en dan moet je raden. En ik zie twee liedjes en je moet de rest van de tocht dat liedje zingen. En jij moet eerst raden welk liedje het is. We zijn onze eigen plattegrond aan het lopen en dat gaan we straks op de computer doen. En dan gaan we volgende week met jouw opera gaan we het lopen. Een speurtocht maken voor de anderen. En voor de anderen? En voor die kinderen daar. De liedjes die zij leren en deels zelf maken, worden het onderwerp van muzikale speurtochten die op een digitale kaart van de wijk worden uitgezet. Ja, zet je komma? Nou, ze letten helemaal gespannen op. Het is geweldig. Wat? Ja, hoe weet ik dat nou? Ik probeer er wat. Ja, oké, luister maar niet naar me. Doe maar dit. Ik zeg waar ze. En ze leren sowieso samenwerken. Hetgeen heel belangrijk is voor deze kinderen. En dan zie je al die prikkertjes liggen die je er straks hebt neergezet. Dan klik je als eerste op menu. Weet je nog? Die stond hier zo. Dat doe je met die. We gaan straks in groepjes, kleine groepjes naar buiten, met één telefoon. In de klas zing je liedjes met elkaar om nog beter te kunnen zingen wanneer je straks zelf liedjes gaat bedenken en zingen over je buurt. Heel goed. 1, 2, 3 en... Doobie doobie doo. Doobie doobie doo. Doobie doobie da. Doobie doobie da. Doobie 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 doo. Doobie 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 doo. Doobie doobie doo. Over het algemeen gaat het zo makkelijk met computers en
Is het zo anders dan toen ik op de basisschool zat? Wow. Ik wil eens kijken, mag ik even kijken waar Spanje is? Nee, we gaan nu echt op. Die snelweg is zo groot. Hoe scroll je, hoe zoom je in, hoe gebruik je internet? Google Maps kennen sommige kinderen al, dus dat gaat echt probleemloos. Met behulp van met GPS uitgeruste mobiele telefoons kunnen deze spelen buiten worden gespeeld door de leerlingen zelf, hun ouders, wijkbewoners en andere belangstellenden. Nou, mijn dochter zingt veel en mijn jongste zingt veel. Ja? Ja, maar die heeft een oom die zingt, dus... Oh ja, gezellig. Het is gezellig. Ja hoor. Ja, het is lekker warm buiten, lekker weer. En leren samenwerken en leren met de telefoon om te gaan. Ja. De ouders vinden het prachtig. Ja? Ja. De opdrachten maak je met elkaar in de klas. Daarna ga je naar buiten, de straat op, om de juiste antwoorden te vinden. Je gaat Utrecht uit. Je gaat Utrecht uit als je zo doorgaat. Nou, okay. Waar woon ik? Waar school ben ik ook? Waar school? Ja. Hoe gaat het? Goed. Ja. Kunnen jullie de weg vinden? Een beetje. Een beetje. Wat voor opdracht heb je bedacht? Dat moet ik graag niet vertellen. Toen kwamen ze een liedje tegen wat andere kinderen hadden ingezongen. Dat is echt heel leuk. Oh, hier zijn ze. En? Ga. Yes. En nu? Ja, nu terug naar de school. Ja, ik kom niet eens zo. Oh, dit is van Fatima, Soraya en Rumeisa. Ik weet al van je plekken. Het lijkt alsof het op het schoolplein ligt. Dat maakt ook, want toen zei dat er geen plek de kelder was. In de zolder. Kijk, zie je hem? Hier ligt hij. In mijn eigen buurt, ik zing de bij het liedje, zolang het stapje duurt, ik spring hoog in de lucht. En hoe vaak zit je achter de computer op een dag? Twee uur per dag of zo. Maar wij vroeger typexen en netjes schrijven op de lijntje als we basisvaardigheid hadden. Dat hebben zij natuurlijk ook wel. Maar zij hebben dit gewoon extra. De digisapien wat je net zei. Nieuw lichtstraat moeten we laten toe. Dan moeten we een nieuw liedje bedenken. Bij bepaalde vragen moet je ook mensen iets vragen. En dat vind je leuk? Ja. Wat vind je, waarom vind je dat leuk? Hoe de mensen erop reageren. Dat vind je spannend? Ja. Je verzamelt liedjes, geluiden, foto's en filmpjes die daarna op de website van de Zingende Stad worden geplaatst. Dit gaat goed. Ja. Het leukste zelf vond ik het huis van Jolie. Ja. Dat ze daar naar binnen gingen en dat je daar dan echt even in die huiskamer samen met iemand anders een liedje leert zingen. Kari kari kanto kari ween. Kari kari kanto kari ween. Peri pandiri peri peen. Peri pandiri peri peen. Ik wandel door de straten in mijn eigen buurt. Ik zing bij het liedje. Zolang het stapje duurt, het gewoon klein en wordt te wachten. En ze vechten en ze schelden je verrot. Dat vind ik echt niet fijn, ik wil niet lachen en geen pijn. Op het schoolplein, het mooiste wat er is. Wandel door de straten, en lopen is gezond. Hey, bedankt, zeg maar dankjewel. Dankjewel. Nou, jullie al bedankt. Succes. Wat lopen is gezond. Ik kan het neus slecht zien, joh. Nou, bedankt u meneer eventjes. Ja, ik heb van die even ook wel les gehad. Ik heb van Rihanna zeggen. Ja. Ja, we hebben loading. Ja, in ieder geval, we hebben de beker. Finale goed gedaan. Het spel is afgelopen. We hebben de beker gewonnen. Ik wandel door de straten in mijn eigen buurt. Ik zing daarbij dit liedje, zolang dat stapje duurt. Ik spring hoog in de lucht en zwaai wat met mij komt. En wandel door de straten, want lopen is gezond. Ik wandel door de straten in mijn eigen buurt. Ik zing daarbij dit liedje, zolang dat stapje duurt. Ik spring hoog in de lucht en zwaai wat met mij komt. Gezond.
zwaai van.